Kijk, zilver kun je wel ergens vinden. Goud kun je wel ergens wassen. IJzer kun je uit de grond halen. Erts kun je omsmelten tot koper. De mens is in staat het donker te verdrieven. Tot in de uiterste hoeken zoekt hij naar gesteente. Verborgen in het pikkendonker. Hij haakt een gang uit, ver van de bewoonde wereld. Ver weg van de mensen hangt hij daar en zoekt steun voor zijn benen. Boven de grond schiet het koren op. Maar daaronder wordt alles door vuur omgewild. In deze steenlagen zit saffier verborgen. Ook is er stofgoud te vinden. Geen roofvogel kan de weg daarheen vinden. Het oog van de havik kan het niet ontdekken. De verscheurende dieren zetten daar geen poot. Zelfs een leeuw wacht zijn eigen er niet. Alleenig de mens slaat de hangt aan het harde gesteente. Hij vreut in de fundering van de bergen. Hij haakt gangen in de rotsen. En zijn oog ziet allerhande kostbaar spul. Hij daamt ongegrondse stromen in. En wat aan schaten verborgen leidt, brengt hij aan het licht. Maar wijsheid, waar kun je wijsheid vinden? Waar staat het huis van inzicht? Geen starveling weet de weg daar naartoe. Wijsheid leidt buiten bereik van de levenden. De afgrond zegt, ze is niet bij mij. En de zee, bij mij net zo min. Er leefde in het land van Us een man die Job heette. Hij was vroom en oprecht en hij had ontzag voor God en wou niks met al het verkeerde van doen hebben. Hij had 7 jongens en 3 deres. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 spanen ossen, 500 ezelinnen en daarbij een grote koppel werkvolk. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Nog hadden de jongens de gewoonte om ze beurt een feest te geven elk in haar eigen huis. Ze nooiden dan de 3 zusters uit om bij Heurlie te komen eten en drinken. Als ieder aan de beurt geweest was, riep Job ze bij hem voor de gebruikelijke reiniging. Vroeg in de maren bracht hij voor elk van Heurlie een offer. Want, dacht hij bij zijn eigen, het kan wezen dat ze zondigd hen en God in haar hart vervleukt hen. Dat was zijn vaste gewoonte. Op een dag stelden de bewoners van de hemel haar eigen op voor de Heere. Satan was er ook bij. De Heere vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? Die antwoordde, ik heb overal wat rondgescheumd op de aarde. En de Heere vroeg, hij ook 8 sleugen op een knecht Job? Er is geen tweede op aarde zoals hij. De maan is vroom en oprecht, hij had een zaag voor God en hij wil met al het verkeerde niks van doen hebben. Satan antwoordde, maar het is toch niet voor niks dat hij ontzag heeft voor jou? Ommers, je hebt hem zelf, zijn familie en alles wat hij heeft, van alles gang te beschermd. Alles wat hij aanpakt, krijg je zegen. In het land wordt zijn bezit aan maar meer. Maar je moet hem maar eens onderhangde nemen en hem raken in alles wat hij heeft. Wedden dat hij jou openlijk vervleukt? Toen zei de Heere tegen Satan, goed, alles wat hij heeft is in uw macht.
maar alleen van hunzelf moet je afblijven. Toen ging Satan weg.